Patrick Stitzinger is een van de favorieten voor de Nederlandse titel op de 1500 meter. Het is even raar om hem te zien op deze afstand. Aan de andere kant, de specialist op met name de cross en ook de langere afstanden, met name de 5000 meter, ja, die heeft ook wel snelheid nodig. Snelheid is uiteindelijk de basis voor een goed resultaat op bijvoorbeeld ook de 5000 meter. En dat weet ook deze Rob Oudedetert. Hij combineerde al wel vaker de 1500 en de 5000. En hier staat Bas Eefting. Hij is juist een specialist op deze middenafstand. In het verleden vaak ook de 800 meter gelopen. Er zijn in totaal 12 atleten. Geschiedenis leert dat om de 5 jaar in Nederland een nieuw talent weer boven komt. Op de 1500 meter, in de jaren 80 was het Han Kulker. Europees indoorkampioen geweest, brons bij het EK in 1986. Midden jaren 90, Marco Koers die de toon zet op de 1500 meter. Olympisch finalist in Atlanta in 96. En daarna was het eigenlijk de periode van Gert-Jan Lievers. Nog altijd een Nederlands recordhouder met 3:32.89. Daterend uit 2001. Dezelfde Lievers hier niet bij, want hij is geblesseerd. En vandaar dus dat de favorieten Rob Oudedetert, Bas Eefting en Patrick Stitzinger zijn. Het tempo ligt laag, dit is een tactische race. En deze atleten die hebben gewoon alleen met elkaar te maken. Dat is anders in vergelijking met voorgaande jaren. Toen was het nog zo dat er series op tijd waren. Dat betekende dat er 2 series waren en het uiteindelijke winnaar, of de uiteindelijke atleet met de snelste tijd, kreeg de gouden medaille toegewezen. En meestal is het zo dat de eerste serie langzamere atleten bevat dan de tweede serie. In de tweede serie in het verleden zaten altijd de favorieten. Maar het was in 2005 en ook in 2001 zo dat die favorieten het lieten liggen. Dat was onder andere Gert-Jan Lievers, toen nog in duel met Marco Koers. Die liep destijds in de tweede serie langzamer dan de winnaar uit de eerste serie en daardoor ging toen de overwinning naar Wouter Timmer. In 2005 was hetzelfde het geval. Dennis Licht en Bob Winter lieten het liggen en Casper Dirks was de man die vanuit de eerste serie uiteindelijk het goud opeiste. Rob Oudedetert heeft de koppositie overgenomen. Een atleet met een goed wedstrijdinzicht. 28 jaar, heeft veel ervaring. Vorig jaar goed voor zilver, toen achter Bob Winter. Hetzelfde Bob Winter ontbreekt ook hier bij het Nederlands kampioenschap. Eefting in het oranje tenue, helemaal achterin. Met het donkere haardos. Dat hoeft op dit moment nog geen enkel probleem voor Eefting op te leveren. Want het tempo ligt laag, er is ruimte in die groep. Hij kan makkelijk naar voren. En Stitzinger zoekt wel naar de juiste positie. Rob Oudedetert met die lange pas. Doet er goed aan om die kop te pakken. Hij heeft ruimte nodig om lekker te rollen. Kort achter hem Bram Rauwen. En nu enige actie. Het tempo wordt flink opgeschroefd. Nog altijd Rob Oudedetert. Ook Bernard de Boekhorst gaat naar voren. En Bas Eefting op de derde plaats. Rob Oudedetert. En dit wordt een snoeiharde laatste 300 meter. 1 lange versnelling. Wie is er nog bestand? Tegen de lange krachtige passen van Detert. Met daarachter Bas Eefting. Die heeft veel snelheid in de been. Kan frequentie maken. Maar heeft hij nog kracht? Kracht voor die laatste 200 meter. Om nog over Rob Oudedetert heen te gaan. En Stitzinger komt er eigenlijk niet aan te pas. Nog altijd Rob Oudedetert. Hij blijft omkijken. Hij is niet zeker. Daarachter Bas Eefting. En ook nog Bram Rauwen. Bas Eefting gaat naar voren. Maar Bram Rauwen knokt zich naar voren. En dan wordt het nog heel erg spannend. En het is dan Bram Rauwen die hier verrassend wint.
En de Nederlandse titel op de 1500 meter is er voor hem na 4 minuten en 8 seconden. Hij weet niet wat hij meemaakt. Een outsider, maar wel een outsider met een goed eindschot. En daar worden altijd kampioenschappen op beslist. Hij knokt zich naar voren, werkt met zijn armen, maar het levert het gewenste resultaat. En zo houdt hij ook nog Luc Schout kort achter zich. En Bas Eefting is de nummer 3. Wat vond je voor de race?